Dag, vandaag geven we aandacht aan het thema brainstormen. En gaan we kijken of we daar bepaalde tools voor kunnen gebruiken. Ik raad overigens aan dat, dat je als eerste pen en papier gebruikt. Pen en papier is gewoon bewezen een heel goed middel. Het schrijven, de motoriek van het schrijven helpt om je gedachten te ordenen. Kinderen die veel met pen omgaan en minder met een computer. Blijken zich creatief ook beter te ontwikkelen. Dus zeker wat betreft het thema brainstorm is het gewoon goed om een pen en een papier te pakken en te gaan tekenen. En je gedachten op papier te schrijven. Maar je kunt natuurlijk ook gebruik maken van fantastische tools die mensen bedacht hebben. En die tools zijn vaak ook als eerste uitgeschreven op papier overigens. Maar vandaag testen we de Knowledge Base Builder. En ja, dat is een Windows app, het is ook een Android app. Eens even kijken. Kijk, is in Google Play te vinden, is een gratis versie en een vrij goedkope betaalde versie. Kost een paar euro. Het verschil tussen deze twee versies is dat de gratis versie maar één mindmap of knowledge base kan opslaan. Dus als je een nieuwe knowledge page maakt, een nieuwe brainstorm sessie, en die wil je opslaan, dan wordt de vorige overschreven. Dus dat heb je niet bij de betaalde versie. Voor een paar euro kun je dus dan oneindig veel brainstorm sessies bewaren. Nou, dit is de Windows. Even kijken, de Windows Store. Nou, daar is die ook te vinden. Dit is hem. Nou, vandaag actie. Nog 10 dagen over. Voor $1. Ik open de Windows versie. Die ziet er precies hetzelfde uit als de Android versie. Dezelfde functionaliteit ook. Nou, dit is de werkvloer. We gaan een nieuwe knowledge base aanmaken. We gaan brainstormen. En ik ga gebruik maken van de optie om heel veel informatie tegelijk te importeren vanuit Wikipedia. Wikipedia is natuurlijk een bom van informatie waar helemaal niet goed van wordt. En die informatie die gaan we eruit halen en zien te ordenen. En kijken wat de overeenkomst met onze hersenpan. Even kijken, we editen diagram. We gaan een Wikipedia artikel importeren. Ik kies Engels. Vandaag kijken we naar het thema Application Developer. Application Development. Nou ja, daar is natuurlijk veel meer informatie in het Engels voor beschikbaar dan in het Nederlands. Dus ik zet de taalcode op Engels. Ik wil 30 resultaten zien. En ik ga eens beginnen met Application Developer. Dus je ziet terwijl ik schrijf dat er... dat het programma op zoek gaat naar de informatie in Wikipedia. En nou ja, als ik er wat anders in schrijf, anders in tik, dan krijg je dus andere resultaten. Laten we deze maar doen. Application Development is ons thema. En ik wil eigenlijk laten zien van wat er allemaal te maken heeft met het thema. Hoe breed dit onderwerp is. Dat het eigenlijk ook zo breed is dat je dus gedwongen bent om keuzes te maken als je met dit thema bezig wil gaan houden. Application Development. Nou, we willen wat willen gebruiken in onze brainstorm sessie. Dat gaan we hier aanvinken. Dit is allemaal interessant. Ik denk alles wat ik zelf dus interessant vind, hou ik aangevinkt. Dus dat kun je zelf ook doen. Je mag voor mij, wat mij betreft, echt andere dingen aangevinkt houden. Ook, nou, je mag ook met een ander thema gaan spelen natuurlijk. Dingen die mij niet zo interessant lijken, dit bijvoorbeeld Development Seized in 2012. Ja, dat hoeft er van mij niet meer in. Dit is een algemene term, die wil ik juist wel in. Oracle is veel heel bekend. Mobile Application Development is natuurlijk heel belangrijk. Oracle zegt me niks. Gloriad zegt me ook weinig in dit moment. Everything, nou, dit gaat even niet doen.
computerplatform wel, wat kan dat nou? Dat mag. App-pitseling weten we niet. Web engineering is goed. Ja, die developer. Nou, je ziet hoe meer je naar beneden loopt, hoe minder de mogelijk zaken echt relevant zijn voor ons thema. Kijk, in het begin is het mogelijk niet eens zo belangrijk om heel veel zaken aan te vinken. Waarom niet? Dat zal ik je straks laten zien, want deze zaken die worden nu getekend in een soort mindmap. En vanuit elke tekening, van elk object dat hier getekend wordt, kun je weer verder met brainstormen. Oké, dit hebben we gedaan. Deze resultaten die willen we weergeven in een soort mindmap. Dat gaat het programma nu voor ons doen. En nou, inderdaad, als ik dit zou moeten tekenen, dan zou ik misschien iets langer bezig zijn. Kijk, het voordeel van deze software is, we zien dit, maar we zien ook dit. Dus achter elk blokje zit de informatie zoals die in Wikipedia te vinden is. Nou klik ik op een object en dat wordt nu even apart genomen. En ik kan vanuit dat object kan ik verder brainstormen. En de opdracht is nu om dat je kiest wat voor jou het meest interessante onderwerp is. Wat je denkt, nou dat is het onderwerp waar ik me eigenlijk mee bezig wil gaan houden. Wat betreft application development. Nou, laten we zeggen dat je bezig wil met mobile application development. Ik klik er even op. Daar is die dan. En dit item, dat kan ik ook editen. Dat gaan we doen. En daar kan ik informatie bij schrijven. Mobile application development, ja dan goed, dat kan. Je kunt afbeeldingen invoegen, je kunt allerlei dingen doen. Maar dat doen we even niet. Belangrijker voor mij is dat ik dus ook hier nieuwe items aan kan linken. Dus ik hou die klik op dat item wat me interessant lijkt. En ik klik op Wikipedia artikelen. Dan krijg je dat thema wordt dan hier automatisch ingeplaatst. En wat betreft dat thema worden de zaken vanuit Wikipedia opgehaald. Opnieuw laat ik aan zodat ik aan wil staan. Nou, Monaco zeg maar. Nou, vind ik wel interessant. Ja, toch wel. Nou, laat ik dit ook even, wat ik echt interessant vind, laat ik staan. Je moet even een korte beschrijving lezen. Die denkt, nou ja, dit is waar ik wat over wil weten. Nou, dus vooral veel verschillende platforms en systemen om mobiele applicaties te maken. Nou, dan krijgen we dus meer de minst interessante. En klik op oké. Nou wordt de linken geplaatst naar ons thema. Onze mindmap wordt uitgebreid. Onze interessegebied wordt ook uitgebreid. Dus er gebeuren hier twee dingen. Ons interessegebied is toegespitst. Vanuit het thema application development zijn we beland bij de mobile application development. Maar dat thema is verder weer uitgebreider naar andere thema's. En zo kunnen we dus doorgaan met het maken van een soort mindmap. Maar ook wat we vooral doen is dat we aangeven dat een bepaald thema verbinding heeft met andere thema's en dat we inzicht krijgen in hoe groot, hoe breed, hoe uitgebreid is dit thema. Hoe uitgebreider het thema, hoe groter de noodzaak om aandacht te geven aan je keuzes, hoe ook moeilijker het zal zijn om de juiste keuzes te maken. Nou, dit is een tool die je eventueel kan helpen met het maken van keuzes. Te kiezen van waar wil je je mee bezig gaan houden. Duidelijk is, deze mindmap laat op dit moment al zien dat het feitelijk onmogelijk is om met alle zaken wat betreft application development bezig te houden. Het wordt te veel.
hebben hier vanuit Application Development alleen Mobile Application Development thema gekozen. We kunnen ook het thema Web Engineering kiezen. Laten we dat eens even heel snel doen. We kiezen het thema Web Engineering. We gaan Wikipedia artikelen invoegen. Doe even niet te moeilijk, we laten gewoon alles staan. En bedenk daarbij ook nog dat we dus de eerste 30 artikelen van Wikipedia laden. Ja, je kunt ook de eerste 300 gaan laden, als je gek wil worden. Nou, dan krijg je dus nog heel veel meer zaken. Nou, denk je, webdesign is natuurlijk een heel duidelijk thema waar je mee te maken zal krijgen. En dat zit ergens in een bepaalde hoek. Dus kun je het ook zien. Webdesign is leuk om te zien, zodat je dus vanuit Application Development, wat jullie opleiding is, kom je terug bij Web Engineering. De applicaties die dus vaak binnen een browser functioneren. En daarmee kom je dus ook bij webdesign. Er moet ook een design zijn aan, gekoppeld aan je applicatie. Je moet niet alleen een functionaliteit hebben, moet ook een design hebben. Dus webdesign, ik vind het wel leuk om die ook nog even te pakken. Responsive web design, adaptive web design, allemaal thema's, parallax scrolling, allemaal thema's waar je mee te maken hebt, zult krijgen bij het thema web. Ja, allemaal belangrijk. Oké. Okay. Betreft thema webdesign kun je denk ik gerust 100 artikelen laden die allemaal relevant zullen zijn. Nou, dan hebben we dus 4 stappen gemaakt, 4 keer 30 en wat eruit afgevinkt, we hebben ongeveer nu 100 thema's hier staan met een uitleg. Nou, leuk plaatje misschien. We gaan dit plaatje eventjes exporteren en dan zal ik het in het lesmateriaal stoppen. Dus voorlopig eventjes mijn uitleg bij dit toeltje wat betreft brainstorming. Ook als je dit toeltje niet gaat gebruiken, kun je er in ieder geval een paar basisprincipes mee leren. Brainstorming, het is gewoon alles op papier zetten wat met een bepaald onderwerp te maken heeft. Proberen die onderwerpen aan elkaar te linken en ook te proberen om die onderwerpen te groeperen. We hebben in dit geval 4 groepen gekregen. En dat zijn dingen die je eigenlijk altijd doet met brainstormen. Het belangrijkste wat je uiteindelijk doet met brainstormen is toch het maken van keuzes. Die zegt van dit is de belangrijkste uitkomst van mijn brainstorm sessie. Dit is het onderwerp waar ik aandacht aan ga geven. Dit is waar ik de komende tijd mee bezig ga. Dit is wat ik met beperkte tijd en beperkte middelen aan ga geven. Nou, groeten, tot de volgende keer.